Vandaag ben ik weer terug in de survivalwereld van Jesse. En dames en heren, jullie hebben het in de vorige aflevering allemaal massaal achtergelaten. Ik was vergeten de farm te bouwen, dus wat heb ik laten doen? Ik heb door een random abonnee een farmpje laten bouwen hier, hoor. Maar kijk dan, joh. Als we hier niet genoeg eten van krijgen, dan weet ik het ook niet meer. Ik heb in ieder geval enorm veel honger. En, hè? Huh? Kijk dan, joh. Ik zie hier allemaal bijen in één keer in het huis van Jesse staan. Oké. Okay. Super random. Oeps, creeper. Haha. Oké, Jesse zijn huis is ook nog eens opgeblazen. Oké, Jesse gaat echt niet blij zijn als hij weer online komt. Mick die heeft ook een mooie vlag gemaakt daar zo. Of nou ja, mooi. Die vlag die is natuurlijk gewoon geel. Dus fucking lelijk. Mick heeft ook wel leuk lekker iron hier zo. Dat ga ik lekker van hem stelen. Want dat kan ik wel gebruiken. Want ik moet nog een broek hebben. En ja, daar heb je gewoon iron voor nodig. En volgens mij kan ik van die 8 iron echt precies net een broekie maken. Dus dat gaan we even lekker doen. Ik zie hier ook een sign staan. Die gaan we zo eventjes lezen. Maar eerst de broek. Rappapa. Bam. Let's go. Full iron. Ik denk dat ik oprecht de eerste ben die full iron heeft in deze serie. Ik weet het niet zeker. Maar het zou zomaar eens kunnen. Dus Mick, dankjewel voor je bijdrage. Jongens, natuurlijk niet tegen Mick zeggen dat ik het heb gestolen. Hou het alsjeblieft geheim, oké? Maar oké, we hebben hier dus een sign. Geef mijn diamonds terug. Anders ga je spijt krijgen. Oh, dit bordje kan maar van één iemand zijn. En dat is natuurlijk Jesse. Ik heb op zich wel een leuk idee. Die diamonds die gaan we natuurlijk niet teruggeven. Die diamonds die heb ik namelijk verstopt. Hier zo onder mijn huisje liggen ze er nog. Ja, ja, 3 diamonds. Let's go! Maar Jesse, ik kan je één geheimpje verklappen. Die ga je niet terugkrijgen, pik. Die zijn van mij nu. Ik heb ze lang genoeg gehad. Maar wat ik wil gaan doen, is ik wil een speurtel gaan maken voor Jesse. En ik wil hem eigenlijk dan uiteindelijk naar een schat leiden. Dat hij zeg maar onder zich een blokje weghakt. En dat hij zo vol in de lava valt. Dat is eigenlijk het hele plan. Dus dat gaan we vandaag doen, mensen. Heb je daar nou een beetje zin in? Vergeet dan zeker niet te liken. Want bij de 3000 likes komt er weer een volgende video online. En als we geen 3000 likes halen op deze video, dan stop ik met deze serie. Vergeet ook zeker niet te abonneren. Net als al deze mensen die hier in beeld ziet. Wil je nou ook met je naam in beeld komen? Vergeet dan zeker niet te abonneren. Want ja, dan krijg je gewoon een dikke vette SO. Oké, we gaan nog een klein beetje hout hakken. Want ik denk niet dat we enorm veel hout nodig hebben. Nou, trouwens, ik wil hem wel echt een heel stuk wegleiden. Oké, dames en heren, we gaan nog één boom hakken. Want ik wil wel even genoeg signs hebben. Want dan ga Jesse echt super ver wegleiden. Dat is in ieder geval de bedoeling. Ik wil zeg maar een super lange speurtocht voor Jesse maken. Misschien nog met een leuk parcoursje ertussendoor. Of weet ik veel wat. We gaan het allemaal zien. En aan het einde denkt hij dan dat de diamonds liggen. Maar er gaan helemaal geen diamonds liggen. Daar ga ik gewoon een trap maken zodat hij doodvalt. Dat is gewoon eigenlijk het hele plan. Oké, nog één boom dan. Dit is dan wel echt de laatste. En let's go. Oh, nog één blokkie. Nog één blokkie. Ik heb het weer verkeerd, hoor. Hier, hoppatee. Oké, let's go. Nu gaan we lekker bordjes maken. Die bijen in dit huis blijven er zo eng uitzien. Ik wil gewoon heel eventjes kijken of dat... Nou ja, trouwens, ik ga gewoon niet naar binnen. Ik ga het niet doen. Het is niet verstandig, Giel. Doe het nou niet. Ja, ik doe lekker mijn deur dicht. En we gaan even deze crafting table. Want dan ga je eventjes allemaal ook planks van maken. En dan maken we even wat sticks zo, op deze manier. En dan ga ik hiervan allemaal bordjes maken. Ik denk wel dat het genoeg bordjes zijn. Wat me dus allereerst leuk lijkt, is om gewoon even Jesse super ver weg te leiden van dit allemaal. Ik denk daar zijn we op die berg. We gaan hem gewoon eerst naar die berg toe leiden. En we gaan gewoon zeggen van, yo Jesse, je diamonds liggen hier. Maar ze liggen helemaal niet daar. Oké, dames en heren, we gaan natuurlijk ook een lange tocht tegemoet. Dus ik moet eventjes wat broodjes ook maken zo. Hoppatee. En nu gaan we gewoon ten strijde. Wow, het hele farmpje van Jesse is ook gewoon gegroeid, joh. Laten we dat ook gewoon even lekker meenemen en niet terugplanten. Want ja, dat is ook weer allemaal zo'n gezeik. Moet ik dat hele farmpje weer gaan terugplanten? Nou, denk ik niet. Het valt me wel echt op dat er heel weinig schapen hier te vinden zijn in Schaapstad. Maar brood is er in ieder geval genoeg, dus dat is ook belangrijk. Ik wil trouwens voor op mijn huis ook nog een prachtige vlag gaan maken vandaag. Want ja, iedereen heeft hier een vlag en ik niet. Dus ik ga die vlag laten bouwen door een random abonnee. Dus wil je nou meehelpen met bouwen zoals ik toen straks ook al zei, vergeet dan zeker niet te abonneren, want ik laat elke aflevering meerdere mensen bouwen. Eerst was het telkens één iemand per aflevering, maar ik vond het zo weinig. Ik dacht, jullie mogen meer gaan bouwen van mij. Ik laat voortaan 2 tot 3 mensen bouwen in mijn survival. Oké, let's go. We gaan eerst eventjes deze lava pakken, want ja, die hebben we straks nodig voor het eind van deze speurtocht. Ik zie wel dat ik echt helemaal geen blokken heb. Lekker bezig, Giel. Gelukkig heb ik wel een schepje bij, dus ik ga eventjes een paar blokjes hier zo hakken, zodat ik gewoon even genoeg heb om daar naar boven te bouwen. Dat is wel heel erg belangrijk. Oké, ik moet eens even gaan kijken waar dit uitkomt in lava, want ik zie het op dit moment nog niet echt. Oké, dat was heel erg risky wat ik daar deed. Volgens mij staat het gewoon letterlijk hier. Klopt dat? Ja! Oké, let's go! Nou, dames en heren, het eerste gedeelte van onze prank hebben we nu voorbereid. Kan ik hier inspringen? Ik ga het gewoon doen. Ah!
Ja, oké, okay, net. Maar het tweede gedeelte van de prank is ook heel erg belangrijk. Want wat we dus moeten gaan doen is een speurtocht uitzetten voor Jesse. En wel op deze berg. Dus dat gaan we gewoon doen. Ik heb hier voor het huis van Jesse de allereerste bordjes geplaatst. Ik heb gezegd, hey Jesse, Giel hier. Ik wil geen ruzie, ik ga je diamonds teruggeven. Volg de bordjes richting de berg. En het grappige nou is trouwens ook dat ik gewoon deze speurtocht aan het uitzetten ben. Zonder dat ik diamonds in mijn inventory heb. Want ja, die diamonds die gaat Jesse toch niet krijgen. Hier gaan we het volgende bordje neerzetten. En dan zet ik bij, inderdaad, die berg ja, met een pijltje erheen. Dus dan weet je in ieder geval zeker dat dat de berg is waar ik het over heb. En nu gaan we Jesse daar gewoon eventjes lekker trollen. Dat is gewoon de hele bedoeling van deze video. Hier staat ook heel erg random een crafting table. Oké, dankjewel. Die kan ik op zich wel gebruiken dadelijk nog, denk ik. Dus we hebben Jesse nu naar deze berg toegeleid. Ik heb hier nog een bordje geplaatst met klim naar boven. Daar liggen je diamonds te wachten. Dus dan denkt Jesse, oh ja, oké, let's go. We gaan naar boven, we gaan naar boven. En dan is hij dadelijk boven en dan ja, gaan we wel zien wat er gebeurt. Wauw mensen, wat ziet het stadje er toch prachtig uit vanaf deze kant. Voornamelijk dat paarse huis daar in de verte. Maar goed, dames en heren, we zijn ook alweer bijna boven op deze berg. En dan moeten we zijn, want hier gaan we namelijk een trap bouwen. En we gaan het niet hier doen, maar we gaan het daar doen. Dus ik zet nog even neer, nog een klein stukje hoger. En dan loopt hij deze kant dus op. En dan, dames en heren, gaan we gewoon zeggen... Ik weet nog niet wat we gaan zeggen. Wat zullen we doen? Ik ga in ieder geval eerst heel eventjes hier een gat uithakken. Ik denk hier zo. Want wij moeten namelijk een soort van lava trap gaan maken. Daar heb ik super veel zin in. Oh nee, trouwens, ik moet een ander soort gat bouwen. Dit was helemaal niet de bedoeling, Giel. Wat doe je nou? Kijk, wat we dus moeten doen is we moeten hier een gat maken dat het lava alle kanten ingaat. Want ik ga dadelijk namelijk op dit gat een sign zetten met Jesse, je schat ligt hieronder. En dan is hij hopelijk zo dom genoeg dat hij recht naar beneden hakt en dat hij gewoon doodgaat door de lava. Dat zou in ieder geval echt top zijn. Oké, maar dan moeten we eerst heel eventjes dit zo doen. Kijk, en dan hakken we dit blokje weer weg en dan plaatsen we de lava hier zo. Oké. En wat we dan nu gaan doen, nu pakken we een dirt blokje hier zo. En dan gaan we eerst hiervoor een sign plaatsen met, hopelijk is onze ruzie nu voorbij. En dan ga ik hier nog een sign plaatsen met, hieronder liggen al je diamonds. En als hij dan dadelijk dit weghakt, dan valt hij in de lava. Ik ben super benieuwd hoe Jesse hierop gaat reageren. Ik hoop echt dat hij super hard er doorheen valt. En dat hij doodgaat en al zijn spullen kwijt is. Want ik heb dus nog steeds een diamonds. Maar goed, dames en heren, we gaan weer even lekker naar huis lopen. Want ik wil nog een mooie vlag gaan maken. We hebben nog veel te veel signs over. We hadden er eigenlijk helemaal niet zoveel nog nodig. En wat ik nu ga doen is eventjes zo, hoppa, een schaar maken. En wat ik nu ga doen, dat wordt ook echt enorm leuk. Ik ga eventjes... Oh nee, trouwens, ik heb nog wat paarse kleurstof volgens mij in mijn chest liggen. Is dat waar? Waar is mijn paarse kleurstof nou? Nee! Oh, volgens mij kan ik hier paarse kleurstof van maken. Ja. Black dye. Nee, dat klopt niet helemaal. Oh ja, van lapis. En rode bloemetjes heb ik dan nodig. Ik weet niet waar ik rode bloemetjes kan vinden. Die moeten hier wel ergens staan. Volgens mij zie ik er daar al eentje. Ja hoor, let's go. Ik zie dat daar zo verderop nog meer. Maar ik wil dus de schapen van Mick, omdat Mick eigenlijk nog de enige schaap heeft in deze server, allemaal paars gaan maken. Om vervolgens een vlag ervan te kunnen bouwen. Of nou ja, een builder gaat daar een vlag van bouwen. Maar ik wil hem gewoon even een handje helpen. Hij moet er niet alleen voor staan. Even kijken, we maken even hier red dye van. En dan maken we hier purple dye. Hoe werkt dit? Oh ja, zo, op deze manier. Ja, dan moet ik dit nog doen. En dan pak ik dit zo. Oké, let's go. Nu ga ik al die dye gewoon eventjes lekker hier zo naar die schapen doen. Dit ding ga ik eventjes weghakken. Sorry, als jullie weglopen is toch niet mijn probleem. Hier, hoppa. Paars. Schaar. Hoppa. Ja, kijk eens aan. We hebben alweer 6 wol. Oh, 7 wol, sorry. Ze eten echt super snel, gek. Wow, yo. Oh, schaap, niet ontsnappen. Trouwens, kom maar. Nee, blijf maar staan. Ik ga in ieder geval even nog wat wol sparen. En dan zie ik jullie dadelijk terug wanneer ik een vlag op mijn huis heb. Dames en heren, zoals jullie zien heeft een abonnee van mij een super mooie vlag gemaakt. Ik vind hem wel vet. Hij is een beetje anders dan de andere. Dus dat maakt het wel een klein stukje originele. Dus daar ben ik super blij mee. Maar goed mensen, dit was ook meteen het einde van deze video. Ik ben echt super benieuwd hoe Jesse in zijn video dood gaat vallen in de lava trap.